zijn we hier met 5 minuten per dag oefenen. Vandaag gaan we werken met het A-akkoord en wat bijbehorende akkoorden. Je kunt hier werken met een A in de 5e positie. Je kunt een cis-mineur akkoord pakken. Daarbij gebruik je E-knie. Bij de meeste jullie zitten hier, dus je linkerknie naar rechts. Bij mij is mijn rechterknie naar links. Maar maakt niet uit. Het doet hetzelfde. Je verlaagt de 4e en de 8e snaar een halve toon. Dus wanneer ik die knie intrap of indruk, dan krijg ik dus in de 5e positie een cis-mineur akkoord. Daarna ga ik naar een B-akkoord, dan trap ik A en B-pedaal in. En daarna ga ik naar een E7 akkoord. Maar ik gebruik vaak een E9 ook, die ik dan laat oplossen. Een E9 wil zeggen dus dat er ook nog een vies toon bij zit. Die krijg je door je E-knie, je A-pedaal en je B-pedaal. Dan laat je A los en dan heb je weer een E7. Dus met A en B en E heb je een E9. En laat je los. Ik laat even horen wat we gaan doen vandaag. Je start met snaar 3 en 4. Het mooie is als je een squeeze geeft met je E-knie. Daarna snaar 1 en 2. Daarna snaar 3 en 4. Dan snaar 4 en 5. En dat doe je ook met je E-knie ingetrapt. Dat doe je dus als je een cis-mineur akkoord hebt. Daarna doe je het met AB-pedaal. En daarna met je B-pedaal in je E-knie, E7 akkoord. Dus je krijgt... En dit gaan we doen. Luister maar en speel mee zo gauw het lukt. En ga dan door. De hele oefening door. Succes! Komt-ie. Drie, vier, één. En nu jij. E-knie. Met de A en B-pedaal nu. A, B, E. En A los. En vooraan. Cis-mineur. A en B, een D-akkoord. E9. E7. Vooraan, A. Ga door. Speel weer mee. Komt-ie.
maar door. Dit was deze keer. Goed oefenen, volgende week een nieuwe oefening. Dag.